Hallo allemaal, wij zijn nu op StukaFest, Studentenkamerfestival in Amsterdam. En het Studentenkamerfestival is een festival waarbij er allemaal artiesten van allemaal verschillende genres, dus dans of theater of zang, wat je maar leuk vindt, komen optreden in de studentenkamers door de hele stad. Dus het wordt heel klein en intiem, dus let's go! We staan nu bij ronde 2 en we zijn op de wal, hè? Hij doet een beetje een mix van alles. Je ziet het, wat hij doet, wat theater, stand-up, cabaret, spoken word, je zou het zelfs poëzie kunnen noemen. Ik vond het moeilijk om het te duiden, maar het is wel erg leuk en goed. En ik was heel erg onder. Nou, dan kunnen we maar beter naar binnen gaan. Hartstikke idee, let's go. Een katoenen boodschappentas die je altijd mee moet nemen voor het geval dat een bamboe tandenborstel, kokosolie en zuiveringszout, zodat je eigen tandpasta kan maken, een open scheermes, zeeplok, groene zeep en een houten afwasborstel, van die glazen potten die je naar het biologische supermarkt mee kan nemen, zodat je daar je eten in kan stoppen, een roestvrijstalen drinkbeker, roestvrijstalen meenembakje, roestvrijstalen bestek, zelfs een roestvrijstalen rietje. Dus ik neem even een roestvrijstal patatje met. We studied a little bit about Donald Trump and we looked at the face and we noticed when he speaks, his eyes are never fully open and his mouth is never ever closed. And in that way, he is the quintessential American, you know. I don't need to know anything, I got a gut feeling about it. I'll just keep my mouth open and then people won't notice that I'm not actually watching or listening. In the flyer from Trump Up the Volume, Angry White Man and How to Avoid That. So yeah, this is from my show over Trump and the occupational hazard. If you talk enough about Donald Trump, you start to look a little bit and sound like Donald Trump. And so I did the Netherlands second video and we get to talk about that. We hebben net de laatste ronde gezien van StukaFest 2018. Greg Shapiro, hartstikke leuk. En we gaan nu naar de Sugar Factory voor het eindfeest, waar wij nog even een paar dansjes gaan plegen. Dit was in ieder geval StukaFest 2018. Tot volgend jaar. Okay, I have one word that I've learned in Dutch. And it is doei.